dicht bij het Piabek op school gezeten. En waarom ik het nog niet gemaakt heb? Ach kom, dat is toch doorgestoken kaak, kaak. Laatst zei iemand nog tegen mevrouw Bet: er is geen artiest die uw man maar even had. En met een smile en een net pak zit ik al jaren in het vak. Ik heb ook nog een echte baan. Kan goedemorgen allemaal, we gingen alweer verder. Ja, sorry, want in de tweede aflevering van de serie Startbaan gaan Rick en Astrid samen op pad om verschillende stagiaires te interviewen. En Astrid, ze zit hier in diep gepeinst achter mij. Eén momentje, alsjeblieft, ik ben even bezig. Astrid zit in diep gepeinst hier achter mij het geconcentreerd te werken, want ze heeft het moeilijk met haar stageopdracht, want ze moet een stageplaats op de luchthaven in beeld brengen. En zelf droomt ze er eigenlijk van om stage te mogen lopen in die hangar waar die prachtige oude Dakota's gerepareerd worden. Ja, met Startbaan, goedemorgen. Tot zover. Zo dadelijk om 11 uur gaan we verder met het programma Nieuws uit de Natuur. En tot die tijd pauzeren we even.